welkom bij een nieuwe aflevering van Woonboulevard Heerlen Inspireert. We gaan het met deze koude dagen gezellig maken en Dunja vertelt ons hoe. Hallo Dunja. Goedemorgen Titi. De koude dagen komen er weer aan, hè, de winter. Ja. We willen het gezellig maken met al die accessoires, hè, kaarsjes aanmaken. En jij gaat ons tips geven hoe je kunt stylen als een pro. Ja, deze heb ik al aangekleed. Mm-hmm. Die heb ik gewoon helemaal strak gemaakt in het zwart met roze. Ja. Deze kandelaar heb ik erop gezet voor in de hoogte te werken. Ja. Zodat je niet één geheel krijgt. Ja. Ja. We hebben hier een pleetje uit laten komen, gewoon nonchalant. Ziet gewoon wat leuk. Kleed het net wat meer aan. Ja. We laten overal kaarsjes terugkomen. Mm-hmm. Dat is gezellig voor de winter weer. Ja. Onderin hebben we een poprietje erin gezet voor de geur. Ja, die geurbeleving is natuurlijk ook belangrijk. Klopt. En hier hebben we fotolijstjes. Kun je ook een beetje persoonlijk maken. Ja. In de kast houden we er rekening mee. Ja. Dat we tussen de vakken de ruimte laten. Hè, mm-hmm. Dat we om en om stylen. Zodat het niet te massaal wordt. Ja, dus je hoeft niet overal iets neer te zetten. Nee. En dan zie ik ook dat je kussens in de kast hebt gelegd. Hè? Dat is natuurlijk kan. Een leuke manier om die ook te gebruiken. Hè? Ja. Kan zo, kan op een krukje. Tegenwoordig kan je dat op alle mogelijke manieren gebruiken. Nou wil ik je even laten zien, want je zou het ook wat warmer kunnen maken. Mm-hmm. Hè? Een beetje naar de winter, herfsttinten. Ja. Door een paar accessoires te veranderen. Ik ben benieuwd. Dan gaan we deze eraf pakken. Ja. Even hier neerzetten. Dan zouden we deze kunnen we dan bovenop zetten. Laat je dus natuurlijke materialen terugkomen om die warmte te creëren. Juist, ja. Hier zou je dan ook tijdschriftjes in kunnen doen. Ja. Ja. Dan halen we deze zwarte vazen eruit. Mm-hmm. Die gaan we ook vervangen. Dan komt een houten plateautje voor in de plek met twee theelichtjes. Past natuurlijk weer bij die naturelle mand. Dan halen we die zwarte kussentjes nog weg. Want uiteraard gaan we dat ook aankleden naar de naturelle tinten. Ja. Dan pakken we één naturel kussen wat we erin gaan doen. En één koperkussen voor die kleur ook weer terug te laten komen. En dan heb je eigenlijk heel subtiel en heel snel een heel ander beeld. Maar als je dus zo'n kast hebt gerestyled naar het seizoen, moet je het natuurlijk ook doortrekken naar de rest van het interieur. Klopt. En hoe kun je dat dan ook op een eenvoudige manier doen? Ja, je kunt op de bank dan een sierkussen leggen waar die koperkleur in terugkomt. Ja. Kun je bijvoorbeeld een pleetje erbij leggen, een lamp erbij, wat je wil. Dus dat je het eigenlijk helemaal laat terugkomen. En het geel. Ja, duidelijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Als we aan stylen denken, dan denken we eigenlijk automatisch aan de woonkamer stylen. Ja, de slaapkamer hoort daar een beetje bij vergeten. Ja, terwijl het toch heel belangrijk is. Ja. En dan een leuk kussentje en een leuke lamp. Mm-hmm. Bankje aan het voeteneinde, leuke kandelaartjes met kaarsen erin. Kun je het gewoon heel leuk aankleden. De kussentjes onderaan erbij met een pleetje. Ja. Maak het net weer iets gezelliger en romantischer op de slaapkamer. Ja, wordt het nog zeker in deze tijd is het gewoon heerlijk. Ja. En dan zie ik ook dat je hier weer op de kleursetting hebt gelet. Hè? Dat kleur overeenkomen weer met de dekbedovertrek en de kussens inderdaad. De sprei komt overheen. Voor de koude nachten kun je die nog eroverheen leggen. Ja. Alles komt weer terug qua kleurcombinatie. Ja. Ja. En door de houttinten te gebruiken of de gewone natuurtinten, straalt het ook warmte uit. Ja, dat heb je net ook gedaan. Hè? Dat hout en de koper toevoegen voor de warmte. Ja. Ja. En dat wordt wel heel erg gezellig in de slaapkamer. Hè? Klopt. Ja, dan willen we er 's ochtends helemaal niet meer uit. Nee, ik ook niet. Zullen we maar blijven liggen dan? Blijven liggen, ja. Oké, lekker.